In plaats van een verhaal over je visie. En dat is zoals een beperking. Ja, dan zie ik toch ook weer dat hij daar juist weer de echtheid pakt. De verhalen van de mensen, die e-mailen, dat zijn de pagina's van de PVV. Met zin en die hebben drie kleine kinderen. En op papier zou dat allemaal heel goed gaan met hun geld te hebben en dergelijke. Ja, dat is het bizarre van de werkelijkheid zoals hier. Want we hebben meteen gepresenteerd. Kijk eens wat wij hebben gedaan. Maar nee, we hadden gewoon tegen het kabinet moeten zeggen: ga naar huis. Het alternatief is dat er niets gebeurt. Dat je zegt: het kabinet, van mij geen steun meer. Dan maar nieuwe verkiezingen. Jongen, dit is slecht voor Nederland. Oké, okay, hoeveel vernieuwend hebben ze nou eigenlijk? En hoe logisch is het om degene die de economie. Maar dan heeft andere ideeën over economische ontwikkelingen dan D66 maar. Nou, ik ben heel dat van de PvdA bent. Ik heb me daar niet echt mee. Moet er niet een situatie ontstaan waarin wij buitengesloten gaan worden? Het is voor mij altijd gissen waarom de andere partijen niet aan de vrouwen. Eindeloze debatten over de Nederlandse identiteit, hoe belangrijk dat ook is. Maar we hebben...